Dit zijn de winnaars van het beste Groninger boek. Auke Hulst en Peter Middendorp. Ze wonnen beide in de categorie fictie. Gefeliciteerd. Dankjewel. Middendorp zijn boek Jij bent van mij is een verhaal geïnspireerd op de moord op Marianne Vaatstra. En Hulst won met zijn roman over oud-president van de Verenigde Staten Richard Nixon Zoeklicht op het gazon. Ik ben blij verrast. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik ben gewoon blij verrast. Ik ging er niet van uit. Ik had ook geen speech voorbereid. Dat hoeft ook niet, want we hoefden niet te speechen. Bleek. Dat scheelt weer. Dat scheelt. Ik ben gewoon blij. Waardering is altijd fijn. Weet je, het is hartstikke veel werk. Om goed te schrijven kost krankzinnig veel tijd. Dus je zit heel veel thuis. Als je een prijs ermee wint, ja, dat is gewoon mooie waardering. Daar knapt een mens van op, weet je wel. Je krijgt een prijs, die kan je in je werkkamer zetten. En dan kan je elke dag even naar kijken. Als je een Oscar wint, dan leef je gemiddeld 7 jaar langer. Hè? Dus misschien is dit wel 7 uur of 7 minuten of zo. 7 minuten langer, dat zou heel wat zijn. Ja, we doen het. Je moet blij zijn met wat je toekomt, hè. Ze kregen de titel zondagmiddag tijdens een feestelijke uitreiking in de Forumbibliotheek aan de Oude Boteringenstraat. Het is voor het eerst dat er in 1 categorie 2 winnaars waren. De jury had simpelweg geen voorkeur. Wel heel leuk, want ik ken Peter al heel erg lang en ik vind het heel grappig. Ik vind het gewoon heel grappig om met hem een prijs te delen. Ik weet niet wat hij ervan vindt, maar ik vind het heel grappig. Maakt het nog een beetje uit voor je? Is het een beetje glans af of maakt het helemaal niet uit? Nee, eigenlijk niet. Ik dacht, als je me vooraf had gevraagd, dan zou ik misschien wel gedacht hebben, ja, dan krijg je intussen een halve prijs. Maar ja, zo voelt het helemaal niet. En ik ken Auke bovendien heel lang en dat is een bijzondere jongen. En die gun ik het ook heel erg. Dus ik vind het eigenlijk fijn. Ik vind dit eigenlijk fijner dan dat ik had gewonnen en Auke niet of zo, weet je wel. Nu kunnen we samen even een biertje drinken. Zo. In de categorie non-fictie had de jury het makkelijker en koos 1 winnaar. Zoals gebruikelijk. Sander de Hosson, met slotcouplet. Sander de Hosson viel in de prijzen met zijn bundel Slotcouplet, ervaringen van een longarts. Fantastisch, ja. Kan niet anders zeggen. Ja, ik vond het super. Ja. Met wat voor gevoel sta je hier nu? Het was gewoon hartstikke spannend. Maar ik vind het vooral heel erg fijn dat palliatieve zorg, waar mijn boek over gaat, dat echt in de spotlights komt. Want dat verdient het ook, vind ik. De Hosson is longarts in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Hij schreef korte verhalen over de palliatieve zorg voor Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant. Deze verhalen en nog een flink aantal nieuwe stukken vormen de prijswinnende bundel. Palliatieve zorg is alle zorg voor patiënten die niet meer beter worden. Ik heb dat boek geschreven om te zorgen dat het in de medische wereld een veel belangrijkere plek krijgt dan het nu heeft. Dat is wel gelukt zo langzamerhand. Dus ik ben heel trots op. Trots is hij dus, maar of de Hosson nu zijn schrijverscarrière doorzet, is nog zeer de vraag. Ik zie wel wat er op mijn pad komt, maar op dit moment het is wel genoeg geweest. Ik heb het druk genoeg met mijn baan en voor mij, ik ben geen schrijver. Ik ben longarts en longarts die geschreven heeft. En ik kijk wel hoe het verder gaat en wat ik verder ga doen hiermee.